Zo, hallo mensen. Ik ben het weer, Nerfboy. En ik heb er net dus een pakketje binnengekregen. Ik heb hem open gemaakt. En het is dit dingetje dus. Het is een gloednieuw ding. Best handig voor je mobiel. Ik heb hier ook een ander dingetje zelf een keer van gemaakt. En die ga ik jullie dus nu ook laten zien. Dan kun je hier je mobiel in doen dus. En dan heb je hier dan je cameraatje. En dan kun je gewoon zo checken. Dat is best handig. Ik ga even dat andere ding pakken. Oké, dus dan hebben we dit dingetje. Een ding heb ik ooit op YouTube gezien en dat is best wel handig. En dan kun je hier zo, als je wat kleiner hebt, kun je die ondersteuning hier zo. Voor dit te maken moet je een lader hebben die je kapot wil maken gewoon. En een lampje. Zo'n lampje van The Recon. Vandaag zouden we eigenlijk de Retaliator doen. Die gaan we zo meteen dus gewoon doen. Nou, dus dit is het ding. Ja, je hebt dus eerst moet je je alles een beetje zwart verven. Wacht. Oké. Kijk, je hebt hier een lader dus dan. Ik haal even die pijltjes er gewoon uit. Oké, daar heb je dus zo'n lader. En daar heb je deze. Oké, bij welke staat... Oké, hij zit zo. Ja, zo moet hij dus. Dan heb je zo de lader. En dan ga je bij dit... Ga je eerst eventjes... proberen open te maken. Zodat je dit veringetje wat erin zit, zodat hij omlaag gaat, moet je eruit halen. Dan moet je gewoon weggooien. Daar heb je dan niks meer aan met dit ding. Dan haal je dit ding ook gewoon uit. En dan... verfje. Even kijken. Heb je hem zo hier? Heb je dit? Dit zo. Zo ja. Dus eigenlijk feitelijk gewoon dit. Zo. En dan moet je dus eerst dit zwarte. Dan moet je dit gewoon helemaal tot dit randje. Hier zo. Dus tot het randje zo'n beetje. Ja, wacht. Het einde van deze lijntjes, van deze streepjes hier zo, moet je dan helemaal eruit halen. Tot en met dit gat moet je zo'n beetje, dat gatje hier zo, wat je ziet, tot en met daar zo dan eruit halen. Dan haal je naar de andere kant en haal je hier zo dat dingetje eruit voor de helft. Zie je gewoon in het midden dan. Haal je gewoon tussen deze twee streepjes. Deze twee streepjes in het midden, die houden het dan uit. Van de drie hou je de laatste twee van links eruit. Ja, zo. Die houden het dan gewoon, die moet je dan ook uitzagen. Dan heb je dus dit gewoon. En dan haal je deze, dat uit van het lampje af. En dan schroef je die hierop vast. En dan kun je hem zo op het wapen doen. Op een wapen, zoals dit is. En dan zo. En dan heb je hier je mobiel. Dit. En dan komt hier precies dat cameraatje bovenuit. En dan kun je zo kijken. En dan is hetzelfde dus met deze. Dus eigenlijk was het heel zonde om dat ding kapot te maken. Maar weet ik veel dat het jaren daarna gewoon komt. Nou, nu ik dat ook heb uitgelegd, heb ik dus dat nieuwe ding ook. Ja, die heb ik vandaag dus binnen en had ik gisteren verteld dat ik die had besteld en zo. Nou, ik heb ook nog een ander pistooltje besteld, maar die komt pas later binnen. Heb ik gehoord. Nou, ik heb hem dus. The Retaliator dus. The Retaliator is eigenlijk een zware kopie gewoon van The Recon. Maar helaas heeft hij dan hier niet een richter en een lampje. Maar grip en een andere steuning en een grotere lader. Net zoals de Recon heeft hij gewoon een lekker steuntje. En is dit ding hetzelfde en dit gewoon. De verandering is dus de lader dat hij grip heeft en deze, de achterkant. De achterkant dus. Extra afkrijgen. De achterkant. Ik vind de achterkant stukken fijner. Het enige nadeel is dat hij hier dan geen dingetje kan hebben zoals bij de Recon.
Kijk. De Recon en de van de Retaliator. Hier kan je wel een lader doen en bij deze niet. Bij deze vind ik alleen stukken jammer, want hij kan dan heel snel uit het ding vallen. Dan kan hij kapot gaan snel. En bij deze is dat niet. Daar kun je hem niet buigen. Bij deze wel. Dan kan je hem zo makkelijk buigen en dan is hij zo kapot. De voorkant dus. De voorkant is gewoon hetzelfde zoals bij de Recon. Zie je gewoon hetzelfde, alleen een ander kleurtje. Heeft ook gewoon diezelfde voorkantje met dat richtertje en dan oranje. Voor de rest zit er hier dan grip bij. En bij die zat het lampje dan. Dat lampje heb ik dus kapot moeten maken voor dat ene richtertje. Dan hebben we dit geweer zo. Alleen nog. En bij deze gewoon zo. Bij deze zit er dan dat richtertje van de Recon. En dat is, hoort eigenlijk in de plaats van de grip dan. En dan heb je ook gewoon hetzelfde, maar dan een kleinere lader. Bij deze heb je de middelmatige, de middelste lader. De 12 kogels lader. Stukken groter dus ook. En dat is gewoon een andere kleur. Net zoals de Recon heeft hier een gaatje onder voor een kogel. Heeft deze ook. En bij mij zit er hier wel een kogel, maar deze niet. Mijn kaart is gewoon precies hetzelfde, uiteindelijk. Zo. Zo. Zo, en dan heb je eigenlijk precies hetzelfde geweer. Retaliator. Maar dan net ietsjes anders. Net ietsjes anders. Ja. Oké. Nou, dan hebben we het dus weer voor vandaag. Ja, ik hoop dat jullie weer hadden genoten hiervan. En dat jullie meer informatie hebben dus. Abonneer natuurlijk op mijn account. En geef de filmpje vooral een groen duimpje. En laat een reactie achter. Check jullie later.